Procureur-generaal Garcia Parag Singh noemde beschuldigingen dat het Openbaar Ministerie onder invloed van de regering opereert volledig onwaar. Ze wees erop dat vooral uitspraken van het staatshoofd bijdragen aan een verkeerd beeld over het opereren van het instituut. Deze duidelijkheid kwam gisteren tijdens een persconferentie van het OM. De PG benadrukte onafhankelijk te handelen, maar erkende dat betere communicatie nodig is om imagoschade te voorkomen. De PG gaf meer duidelijkheid over het verloop van strafzaken. We hebben regels vastgesteld met betrekking tot insluiten, vervolgen en strafeis. En dat hebben we opgesteld ten aanzien van verschillende strafbare feiten. Ten aanzien van wetverdovende middelen, zedenmisdrijven, jeugd, wetverdovende middelen, diefstal middelsbraak, beroving, een aantal strafbare feiten, overtreding van de vuurwapenwet. Daar hebben we een aantal richtlijnen samengesteld. Hoe gaat het insluitbeleid eruit zien? Hoe gaat het vervolgingsbeleid eruit zien? En welke straf zal uiteindelijk moeten worden geëist op de zitting? Het OM benadrukte dat het afhankelijk is van externe instanties voor de voortgang van veel dossiers. Het instituut wil in de toekomst de media meer betrekken om zo onduidelijkheden weg te nemen. We kunnen niet op elke valse beschuldiging reageren, maar waar nodig zullen we duidelijkheid bieden, aldus Parag Singh. Ik denk dat de president moet wel letten op zijn woordkeuze. Ik denk dat hij moet letten op zijn woordkeuze. Ja, maar dat is niet waar. Ja, hij moet letten op zijn woordkeuze. Waarschijnlijk bedoelt hij dat, maar dat wordt dan inderdaad zo geïnterpreteerd, hè, alsof hij die opdrachten kan geven aan de PGP, doet dit, doet dat. Maar absoluut, het is niet waar. Ik wil het bij deze zeggen met alle stelligheid. Mensen, het is niet waar. Helemaal niet waar. De bijeenkomst werd afgesloten met voorstellen voor verbeteringen in de communicatie tussen het OM en de samenleving.